Komen wij mee naar Wereldjongeren Dagen. Vandaag was het de tweede dag. We zijn wakker geworden op de bus. Ik heb een middernacht gewoon op de grond gelegd, want ik kon echt niet slapen in zo'n zetel. Waar ik eigenlijk uiteindelijk best nog wel op geslapen op de grond. We waren ondertussen aangekomen in Spanje, Bilbao om specifiek te zijn. En we gaan hier 2 dagen blijven. Dus hebben we al ons slaapkruf in een grote sportzaal gelegd in een of andere school. Wereldjongerendagen zelf is in Portugal. En wij doen een kort voorprogramma waarbij we door Bilbao en Madrid en zo gaan. En hier zien we jongens die dan een bal worden pakken. In de voormiddag hebben we voor de rest niet veel meer gedaan, vooral wel chilled. En dan in de namiddag zijn we de stad wat ingetrokken. We zijn naar een lokale kerk gegaan. En daar hebben we een rise-up activiteit gedaan. Dat is een activiteit waarbij we een beetje praten over het geloof en gewoon wat levensvragen bespreken. Op het moment zelf heb ik natuurlijk niet gefilmd, want dat is redelijk persoonlijk. Maar dit was ons daarvoor. Dan zijn we teruggekeerd naar de school om avondeten te hebben. We hebben een kort siesta gehouden, want iedereen was nog moe van de busrit en nog gezellige spelletjes gespeeld. En na het avondeten zijn we opnieuw de stad getrokken voor een lange wandeling naar enkele van de belangrijkste punten van Bilbao. Het was een enorm mooi uitzicht en oprecht. Bilbao heeft niet superveel toerisme, maar ik zou het echt aanraden om daar zeker eens te gaan. Het is enorm mooi. En daar is Michiel, voilà, heel cute. Dan zijn we geëindigd op zo'n klein pleintje. Daar heb ik een magneet gekocht, heb een beetje de wave gedaan. En dan waren we eigenlijk allemaal echt kapot. Dus dan hebben we besloten om met de metro terug naar huis te gaan. Hoewel wij allemaal doodop waren, hadden de jongens om een of andere reden nog energie en zijn zij omgekeerd de roltrap opgegaan. Dus liever zij dan ik. Amai. En dan toen we aankwamen in de school, zijn we eigenlijk bijna allemaal direct gaan slapen, want we waren gewoon zo moe.